Een emotionele documentaire over een MS-patiënt, de val van een culturele bijeenkomst en een exclusieve bakkerijtour van een heel Holland bakt jurylid. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cultuur. Toen Willeke Kafoer achterkwam dat ze MS had, wilde ze maar één ding: beter worden. Omdat ze in Nederland was uitbehandeld, ging ze op zoek naar behandelingen in het buitenland. Tijdens haar avontuur kwam ze documentairemaker Jacco Rubekamp tegen. Het resultaat? Een heftige documentaire die 24 november in première gaat. We spreken met Jacco over zijn documentaire en alles wat erbij kwam kijken. Ik ben Willeke Kafoer, 32 jaar oud, moeder van twee jonge meisjes. En ik heb MS, secundair progressief. In Nederland ben ik uitbehandeld, maar in Rusland kunnen ze me wel behandelen. Tegen mij werd vorige week gezegd, als je dit nu niet doet, deze behandeling, dan beland je over een jaar in bed en kom je over 2 jaar te overlijden aan de gevolgen van in bed liggen, van het uitschakelen van je organen. Ik voel me heel erg schuldig tegenover Indië en tegenover allebei de kinderen, want er kan heel veel niet meer hier in huis. En ik voel me daar heel erg rot over, want ik had er echt veel meer willen geven dan wat ik nu heb gedaan. En die 4 jaar, die zijn, zo zeg ik dan tegen jou, die zijn gewoon verkloot. Zo zegt zij dan, nee, die zijn normaal niet verkloot. Natuurlijk, je hebt er alle liefde gegeven die je hebt. En natuurlijk, ik geef er alle liefde die ik heb. Maar ik had er andere dingen willen geven die je een gewone mama ook geeft. Nou, voor mij begon het verhaal eigenlijk bij een nieuwsbericht. Ik had een televisie nieuwsbericht gemaakt over dus hun stichting, want ze waren er net mee begonnen. En toen bedacht ik me zo'n, hier zit veel meer in dan een nieuwsbericht van 2 minuten. Dit is een heel aangrijpend verhaal dat ook verteld moet worden. En toen heb ik in de eerste hand twee kennissen van mij ingeschakeld. Nou, jullie doen het en ik blijf op de achtergrond. En naarmate het verhaal toch wel heftiger werd, ook voor de filmers, ben ik ook meer gaan filmen. Ja, voor je het weet, hadden een hele docu. Op eerste plaats is het een fantastisch human interest verhaal. Het is echt, het spreekt mensen aan. Het is ook een heel aandoenlijk verhaal, een verhaal over de kracht van een moeder en een gezin en wat zij ervoor willen doen en kunnen doen. De kracht van een moeder is onoverwinnelijk, zou ik kunnen zeggen. En dat zie je dus ook in deze documentaire. Het heeft, of mijn team heeft geraakt, mij vooral. Ik denk de andere regisseur ook. Ik heb het met Marijn Burgraaf mede geregisseerd. En die was ook bij die ene scène die zo intensief, emotioneel intensief was. Ik denk dat dat een moment is dat we nooit zullen vergeten. Je zou onmenselijk zijn als je daar geen traantje zou bij laten. Dat de rauwe emotie die je daar dan voelt, dat is onmogelijk om daar niets bij te voelen. Het meest indringende moment, dat was dan toch wel, dat is heel heftig. Toen ze was naar Rusland gegaan om vooronderzoek te doen. En daar kreeg ze heel, heel slecht nieuws. En toen kwam ze terug in Nederland, want ze was daar een weekje gewoon alleen voor de vooronderzoeken. En dat waren toch wel een paar hele heftige weken, hoor. Nou, ik heb wel aan Willeke voorgesteld of zij de documentaire al voor de première wilde zien. Zij heeft toen nee gezegd. Ik heb het ook voorgesteld aan de vrouw, die heeft ook nee gezegd. En dat vind ik toch heel moeilijk, hoor, want als filmmaker heb je heel veel keus. Ik heb echt honderden uren aan beeldmateriaal. En dan moet je één verhaal van 30 minuten van maken. Ja, dan moet je heel veel dingen weglaten. En dat is toch heel spannend of zij daar wel tevreden mee zijn met wat ik weggelaten heb en wat ik erin heb gezet. Het gebeurde natuurlijk niet zomaar, hè, want ongeveer een jaar geleden, september vorig jaar, toen begonnen ze met crowdfunding. En het heeft ongeveer een half jaar geduurd om dus in totaal 80.000 euro bij elkaar te krijgen. En ja, het is
een onwerkelijk verhaal. En dat wij dan ook nog via het geld binnen kunnen krijgen om ook naar Rusland te gaan, om daar te kunnen filmen. Dat is wonderlijk. Wij verwachten hier in Nederland dat Rusland een beetje een aftans Sovjetland is, dat het niet zo goed voor elkaar heeft. Maar wanneer je dan dat ziekenhuis binnenstapt, nou, dan gaat er een andere wereld voor je open, hoor. Ze hebben wel andere manieren. Ze werken niet zozeer alleen maar met wetenschap, maar ook vanuit de emotie. En met liefde willen ze het vooral ook goed maken. De dokter zei ook, je moet niet ziektes behandelen, je moet mensen behandelen. En het gaat er echt om de mens en niet zozeer om de ziekte. En de technologie is daar echt veel verder dan je zou denken. Het komt erop neer dat wij in Nederland over het algemeen, als ik het goed begrijp, pas beginnen met een behandeling als die in dit land ook bewezen is dat die werkt. En nu is het zo dat er ongeveer zo'n 20 jaar geleden, iets langer zelfs volgens mij, is er een test geweest met stamceltherapie voor MS-patiënten. Maar die is toen niet zo goed uitgepakt. Nou, ik was er net voor de media-hype bij eigenlijk. Dus het is niet zozeer dat de media-hype mij getriggerd heeft, maar het heeft me wel de juiste kant uitgeholpen. En ook het verhaal de juiste kant uitgeholpen. Want uiteindelijk was er één persoon die dus best wel wat heeft gedoneerd aan Stichting Soap. En dat kwam door de media-hype die er omheen zat. Ja, het is eigenlijk wel toevallig op mijn pad gekomen, maar ik wil er wel meer van. Ik ben erachter gekomen dat ik een ontzettende passie heb voor verhalen waar mensen toch op de een of andere manier onrecht wordt aangedaan. En het feit dat zij hier geen behandeling kan krijgen die wel gewoon bestaat, dat is op een zekere hoogte toch wel een onrecht. En ik vind het heel mooi om de effecten daarvan te filmen en over te brengen naar hopelijk een groot publiek. Nou, de documentaire wordt in ieder geval hier bij de Euroscoop, waar we nu ook zitten, eenmalig vertoond. Ze zijn zo lief om een zaal te sponsoren aan 180 man. Is nu ook volledig uitverkocht. God weet hoe. Maar dat is toch heel spannend. En dus 24 november hier in de Euroscoop. En dan dus. Disco of Come On. Even licht uit. Ja, sorry jongens. Ja, ze hebben goed zin, hè? Ja. We doen de tandenpoetsen. Ik zijn gewoon alle tandjes schoon. De hele buurt poetst met ons mee. Alleen de domme kindjes zeggen. Deze week meldde Cultureel Café Tilburg dat de maandelijkse bijeenkomsten stoppen. De presentatoren houden mee op en de redactie vergrijst. Toch zijn de bijeenkomsten elke keer weer een groot succes. We spreken erover met Ruud Erich, coördinator van het Cultureel Café. Van de week werd het bekend dat het Cultureel Café Tilburg gaat stoppen. Wat is nou precies de oorzaak van het stoppen? Nou, dat is niet één oorzaak, het is een samenloop van omstandigheden. In de eerste plaats gaan er twee presentators, die zijn uitgevallen. Eentje die stopt ermee omdat hij te druk heeft met zijn normale dagelijkse werk. De andere die worstelt een beetje met zijn gezondheid. We hadden besloten om eind van dit seizoen toch te gaan stoppen als redactie. Maar nu hebben we het toch naar voren gehaald en gezegd van nou, we kunnen beter nu stoppen dan dat we het seizoen nog uitmaken zonder goede presentatie. En daar hebben we ook nog gekeken naar andere dingen. Het is eigenlijk nodig dat ons publiek en onze redactie verjongt. Nou, daar hebben we wel pogingen voor gedaan, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Verder zitten we nogal moeilijk met de financiën. Wij komen niet in aanmerking voor subsidie bij de gemeente. En dat betekent dat we aangewezen zijn op sponsors. En dat is toch heel moeilijk in deze tijd om geld binnen te halen. Het gaat niet om veel geld, maar je moet toch een beetje armslag hebben. Nou, vandaar dat we besloten hebben om toch te stoppen. En dat we nog één aflevering maken, dat is de laatste zondag van deze maand, de 25e. Dat wordt een aflevering met heel veel verrassingen. De hele redactie komt op het podium, om de beurt natuurlijk. En ook oud-presentators, zoals Twan Verkorven en Frank van Pamelen en Esther Porselein, die komen ook naar Tilburg speciaal om die middag mee te presenteren. De gemiddelde leeftijd van onze redactie die is dik 60, ja, zelfs wel 65 onderhand. Nou, iets minder.
En ja, het blijkt toch moeilijk om in onze eigen kring jonge mensen te zoeken. Bovendien, ons publiek is ook vrij oud. Dus dat eigenlijk is dat wel goed voor ons, want daar kunnen we goed op inspelen. En, maar het is ook heel moeilijk om jonge mensen hier naar een cultureel café te krijgen op zondagmorgen om 12 uur. Want die hebben meestal zaterdagavond andere dingen aan hun hoofd. En dan zondagmorgen 12 uur is dan eigenlijk te vroeg. Ik denk dat die behoefte er wel is, maar het is de vraag of zij naar een cultureel café komen. Een locatie met stoelen en tafeltjes en daar op hun gemak gaan zitten luisteren. Er zijn veel meer andere informatiekanalen voor de jongeren. En daar maken ze natuurlijk veel meer gebruik van. Nou, daar moeten wij het van. Wij zitten eigenlijk meer op een wat ouder publiek. Dat betekent overigens niet dat wij allemaal oude gasten hebben. Integendeel, we geven juist heel veel jongeren de kans. Als je weet hoeveel studenten van de Rock Academie hier hun eerste schreden gezet hebben op het artiestenpad. Dat is echt ongelooflijk. En die zijn ook vaak later weer doorgebroken. Die zien wij later weer terug bij de Wereld Draait Door bijvoorbeeld. We zeggen wel eens, wij willen geen doorgeefluik zijn. Dus niet het nieuws wat je overal kunt krijgen ook nog eens een keer door gaan geven. Maar we willen gewoon nieuwe dingen presenteren. We proberen ook een beetje actueel te zijn. En we proberen ook thema's aan een cultureel café te geven. Of een rode draad door erheen. Dingen over media. Maar ja, als je alleen al kijkt op het filmgebied wat hier gebeurt. En op het theatergebied. En op dansgebied. Ja, beeldende kunst. Er is gewoon Tilburg. Ja, Tilburg is echt een stad van makers. Hè, van in de cultuur. Dus ja. Dus eigenlijk moeten wij altijd een schifting maken. Tijdens de vergadering. Want het aanbod is altijd veel groter dan wij kunnen gebruiken voor het programma. Het cultureel café, zou dat in de toekomst nog een doorstad kunnen kennen of is daar nog toekomst voor? Wij zijn ervan overtuigd dat er absoluut een goede voedingsbodem in Tilburg is voor het cultureel café. En dat blijkt ook wel, elke maand zit de zaal vol hier. De reacties zijn eigenlijk altijd heel positief. Zelfs dat we kritiek krijgen op wat we brengen. Dus een cultureel café organiseren, het kost wel wat moeite, maar het is in Tilburg heel makkelijk om te doen. Wij zelf gaan dat niet meer doen, maar als er zich mensen melden, er hebben zich al een paar mensen gemeld zelfs al, die het over willen nemen als redactie, dan willen wij best meehelpen om een doorstart te maken. Meesterbakker, boulanger, pâtissier Robert van Beckhoven heeft echt passie voor zijn vak. Terwijl hij ons rondleidt in zijn bakkerij in Oosterwijk, vertelt hij over zijn nieuwe theatrale food experience. Hier wil hij zijn kennis over het vak delen en het publiek vertellen over eerlijke en gezonde voeding. We gaan het anders doen. Het is gewoon even om te proeven. Het zijn de mooiste pistaches van de wereld, mensen. TV kun je niet ruiken en proeven en kun je in theater wel. En dat is de reden dat ik naar theater. Mensen, ik kan altijd wel iets zeggen, maar proeven, kom maar eens proeven. We krijgen appjes van mensen of brieven die zeggen, we gaan heel vaak naar theater. En we dachten, nou gaan we eens een keer anders. We gaan een keer naar Robert kijken, dus misschien een keer iets anders. Ik heb nog nooit zoiets geweldigs meegemaakt. Dat ik op het podium mag zitten en naar die lege zaal kijk. En wat je hier ook ziet. En zeggen, wauw, wat een passie voor zo'n simpel product eigenlijk. Hier zijn we bier aan het... bier met roggen. Ja. Dat koken we voor het bierbrood. Dat is abdijbrood, abdijbier. Dat koken we met roggen en dat doen we dan op het deeg weer. Ik heb liefst dat de mensen dicht bij me staan. Dat ze voelen wat ik ook voel. Iemand achter in de zaal zit aan me te horen. En hoe kan ik hem dat mannetje laten proeven? Moet ik dat zelf op allemaal bediening die er langs gaat lopen? Ja. Kom gewoon op zijn Brabants lekker bij mij aan tafel zitten. Alles vers. Mooi, hè? Mijn Brabant was gelijk uitverkocht, hè? Ja. Met natuurlijk ook een voordeel, hè? Kijk, een podium, kijk als je naar Tilburg gaat, dat Schouwburg, kunnen 850 man in, maar de helft kan maar op het podium. Dus bij 425 ben ik al uitverkocht. Ja. Daarom doe ik in sommige theaters twee shows, omdat dan kunnen maar 150 of 200 man op het podium. Ik ben hier geboren, 100 meter verderop bij de Leerfabriek.
in de buurt, opgegroeid hier in deze streek. Mijn ouders hadden ook een bakkerij, mijn opa had een bakkerij. Bekhoven, bakoven. Ze zeggen dat we al daar verschillen in zitten. Bij ons thuis, zeg maar, zoals ik dat zeg, dan hadden we ook niemand bakker worden, ik ook niet. Terwijl een bakker, daar word je niet, daar ben je. Of ik ben bakker eigenlijk, maar ik ga het anders doen. Ik ga vertellen wat ik doe. Ik kan mij niet verstoppen. Nou, ik ben 65 en dan heb ik niks van de wereld gezien. Ik vind wedstrijden leuk, enzovoort, enzovoort. Veel wedstrijden gedaan. En altijd verteld en les gaan geven. Hè, eerst met vrijgezellen, feestjes. Dit is een rijpingskast, dus geen rijstkast. Hier liggen de broden te rijpen. En worden morgen gebakken, zijn ze nu aan het maken. Ik kijk liever hoe dat een bakker zijn producten maakt. Vers en dan zeggen, dat wil ik hebben. Dan hoef je niet zo'n groot assortiment te hebben, hoef je niet s'nachts te werken. Je kunt alle menu toch meenemen. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen over wedstrijden. En uiteindelijk heb ik alles weggedaan. Oostenrijk was te klein voor Robert, zeiden ze. Want jouw ideeën zijn sowieso anders, dat snapt toch niemand. Toen ben ik gaan produceren op het industrieterrein. Om dus les te geven. Veel bijgeleerd, 2 meestertitels gehaald. Op het instituut maakte ik taarten alleen maar. Ik werkte al niet meer s'nachts. Totdat ik op tv kwam, want het begon wel op te vallen dat ik dus zoveel deed. Eerst een kinderprogramma, de Cupcake Cup. Dat heb ik nu ook weer gemaakt. En toen bij Heel Holland Bakt. En toen zeiden mensen, waarom kan ik niks van je kopen? Je hebt geen winkeltje. Ik zei, nou, ik wil nooit meer een winkeltje zoals het ooit geweest is. Ik zei, als ik het doe, dan doen we het op onze manier. We zijn op zoek gegaan en Tilburg werd gevraagd in de spoorzone, Piershaven, Eindhoven. En Oostenrijk vroeg ook, ja, maar Robert mag Oostenrijk niet verlaten. Waarop mijn vrouw zei, dan laat je hem toch niet gaan. En zodoende zijn we hier op de leerfabriek terechtgekomen. Mensen komen hier binnen en meteen begint de beleving. Iedereen die zegt, dadelijk komt speculatie uit de oven bijvoorbeeld. Iedereen die zegt, wow, wat ruikt het hier lekker. Weet je wel, dus dat is de eerste reactie wat mensen hebben. Continu dat wauwgevoel. Alles maken we hier zelf. Dat is uniek in Nederland. Ik ken niemand die dat doet. We hebben ook een eigen cacaoplantage met een groep. Dus we hebben gewoon Robert, chocolade, echt alles. We kopen rechtstreeks bij boeren. De noten in Italië, Corsica, de sinaasappels. Alles. En een heel klein assortimentje. Ik heb maar een heel klein winkeltje. Ik heb maar 8 soorten brood, maar wel 8 lekkere broden. En we bakken brood zoals 1000 jaar geleden. Dus met een eigen gistcultuur, dat heet dan decem. En we bakken op een steen. En we maken vandaag de degen, die laten we 24 uur rijpen, is heel gezond. En de volgende dag bakken we ze pas. Dus een heel relaxte bakkerij. Iedereen is vrolijk, hoeft niet s'nachts te werken. Het begint om 6 of om 7 uur en dan gaat het circus beginnen. Ken je mijn broodprogramma? Ja, dat is mijn ideaal. Ja. Hoe zit het in elkaar? Hoe doen ze? Als je midden in de woestijn woont, hoe doe je dat? Ja. In een vluchtelingenkamp in Syrië, daar zitten 150.000 man. Kunnen wij dat voorstellen, een stad als Tilburg bij wijze van spreken? Ja, en dan ga ik eens kijken, hoe doen jullie dat? Het is, maar dat is, daar zou ik ook op naar Egypte bijvoorbeeld, hè? De vruchtbare croissant heet dat daar. Daar kwamen mensen naartoe, omdat ze dan niet meer hoefden te reizen en konden blijven. Zo mooi, hè? Dat is brood, hè? De steden zijn ontstaan door brood, weet je dat? Mooi, hè? De cultuuragenda van 8 tot en met 16 november. Maar liefst 2 exposities van verschillende kunstenaars openen dit weekend bij Museum De Pont. Ann-Veronica Janssens speelt met licht, ruimte en waarnemingen. Michael de Kok uit Hilvarenbeek schildert bijzondere landschappen. 2 vliegen in 1 culturele klap dus. Van achter de kassa tot op de planken. Sander Zwart kom je bijna altijd tegen in Cinecittà. Hij is pas 21, maar is al een hele tijd bezig om door te breken in de cabaretwereld. Zijn nieuwe voorstelling Wat jij wil belooft zeker een goede poging daartoe. Deze week is het Nationale Kunstweek. Gemeente Gilze en Rijen viert dat met een week vol kunstige activiteiten zoals exposities, lezingen, dansvoorstellingen en nog veel meer.
Meester-accordeonist Stanislav Jusufovic brengt diversiteit naar de Ursulinekapel. Met zijn accordeon neemt hij je mee naar zowel klassieke muziek als naar de muziek van zijn roots, gypsy en tango. We zijn aangekomen bij het einde van weer een aflevering van Cultuur. Kan je niet wachten om te smullen van nog meer afleveringen? Op de website en het YouTube-kanaal van Omroep Tilburg kun je alles nog een keer terugkijken. En vergeet ook niet onze Facebookpagina in de gaten te houden. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.